Prison Fellowship Suriname, PFS, organiseerde op 5 oktober een motivatiesessie voor jongeren in het jeugdopvoedingsgesticht Santo Boma. De voorzitter van de Nationale Assemblée, Marinus B., moedigde hen aan om hun potentieel te benutten. De sessie was onderdeel van het project Big Bro Big Sis, gericht op misdaadpreventie en ondersteuning van jongeren. B. beloofde zijn steun aan PFS dat zich inzet voor gevangenzorg en hulp aan gezinnen. Onder het wegdek van de waterkant zijn recent bakstenen funderingen ontdekt die behoren tot twee oude loodsen, zichtbaar op foto's uit 1923. Daarnaast werd een gewelfde bakstenen en schelpstenen riolering blootgelegd die nog verbonden is met de oude riolering van de meester Dr. J.C. de Mirandastraat. Deze vondsten hebben historische waarde en werpen nieuw licht op de verborgen infrastructuur van Paramaribo, wat bijdraagt aan het behoud en de kennis van Surinames cultureel erfgoed. Het Openbaar Ministerie van Nederland zet liaison magistraat LM in om de strijd tegen georganiseerde criminaliteit internationaal te versterken. Deze LM werken samen met justitiële autoriteiten in andere landen om criminele netwerken effectiever te bestrijden. Onlangs ontving procureur-generaal Garcia Paraxin een Nederlandse delegatie onder leiding van Gerrit van den Burg om de mogelijkheden te bespreken voor het plaatsen van een LM in de regio. Dit zou een betere informatieuitwisseling en een sterkere gezamenlijke aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit mogelijk maken.